Welkom bij deze Wenso Videobreak. Vandaag gaan we dieper in op ons partnership met Huawei. Wenso is goldpartner van Huawei en we beschikken over ons eigen MSP-platform. Nou, reden genoeg om daar eens uitgebreid bij stil te staan. Dat doe ik vandaag met Ronald Pothast, productmanager bij Huawei. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Misschien allereerst de uitspraken. Ik zeg al Huawei, we horen verschillende type uitspraken. Laten we eerst die verwarring eens wegnemen. Kun je daar wat over zeggen, Ronald? Nou, Huawei is de correcte uitspraak in Nederland. Zo hebben we het een aantal jaar geleden in de markt gezet in Nederland. Mijn Chinese collega's die zeggen Huawei. Ja. Beide is goed. Het maakt niet uit. Laten we afspreken dat we deze video-update dan in ieder geval Huawei gebruiken. Ja. Dan is dat consistent. Kun je ons een beeld geven van de organisatie Huawei? Ja, nou, Huawei is een leverancier van communicatieapparatuur wereldwijd. En wij leveren dat aan eigenlijk elke telco in de wereld. En ook de enterprises, et cetera. En onze organisatie bestaat uit 197.000 mensen wereldwijd. Deze 197.000 mensen werken verspreid over 170 landen, waaronder Nederland. Ja. En 53% van onze medewerkers zit in R&D. En daar zit onze kracht van het bedrijf voor de ontwikkeling. En dat resulteert erin dat we op nummer 4 staan van de wereldwijde R&D-investment lijstjes. En uiteindelijk ook in de Global Fortune 500 op plaats nummer 49. Oké, indrukwekkend lijstje wat je zo opsomt. In ieder geval ontwikkeling, R&D, dat ze dat hoog op de agenda hoor ik terug. Ja, we kennen Huawei natuurlijk ook van de consumentenapparatuur. Je noemde al de telco's. Daar zit wat onderscheid in verschillende divisies wellicht. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, we bestaan eigenlijk uit drie divisies. Allereerst de telco, de carrier business, zoals we dat noemen. Ja. En in die hoedanigheid leveren we aan alle mobiele operators of andere operators in de wereld. En eigenlijk elke operator in Europa, Azië, Zuid-Amerika maakt daar gebruik van onze apparatuur. Ja. Vervolgens leveren we ook aan de consumenten natuurlijk. Dat zijn de smartwatches, de wearables, de mobiele telefoons, et cetera. Nou, die zien we hier in Nederland wat minder. Maar wat we hier in Nederland wel actief ook in de markt zetten, zijn onze enterprise producten. En dan moeten we denken aan de WLAN, de switches, et cetera. Ja, het werkveld waar wij natuurlijk actief in zijn en waar wij het partnership met elkaar ook in hebben. Je noemde al eventjes Nederland. Hoe ziet de Huawei-organisatie in Nederland eruit? Nou, we zijn een grotendeels Nederlandse organisatie, ook met lokale mensen vanuit Nederland, actief voor de Nederlandse markt. En in Nederland werken 550 mensen, waarvan ongeveer een 32 mensen voor de enterprise-organisatie. Uiteraard hebben we een aantal ondersteunende rollen vanuit HQ of het lokale kantoor, het lokale HQ in Düsseldorf, die ons daarbij assisteren. En een kantoor in Rijswijk en een kantoor in Amsterdam. En in Amsterdam worden de search engines voor onze consumer divisie ontwikkeld. Oké, daar zit echt een knip wat dat betreft tussen de kantoren. En jullie werken ongetwijfeld op de verschillende branches met branchespecifieke kennis en vertegenwoordiging. Kun je daar wat over noemen? Nou, we zijn actief in een aantal verticals. Nou, vooral educatie en zorg zijn onze hoofd verticals. En daarbij hebben we ook de ISP en de MSP business daarin zitten. En dan hebben we het over partners zoals Wenso natuurlijk, maar ook de wat kleinere ISP's in de Nederlandse markt. Ja, het hele partnermodel wat ongetwijfeld groeiende is. Zeker. Want de naam Huawei, we komen het steeds meer tegen wat dat betreft. Er zit een flinke groei in. Ja. Kun je daar iets over, waar komen we Huawei tegen in Nederland? Kun je daar iets over noemen? Nou, in het educatielandschap hebben we ongeveer een 500 scholen die actief gebruik maken van onze LAN en WLAN oplossingen. In de zorg is het vooral ouderenzorg die gebruik maken van onze oplossingen. Ja. Maar ook de Johan Cruijff Arena bijvoorbeeld, waar het gehele wifi-netwerk en het hele bedradennetwerk gebaseerd is op het Huawei-product. Ja. Al enkele jaren volgens mij. Al enkele jaren, Nou, helemaal goed. Wellicht dat velen van ons daar al eens een keer gebruik van hebben gemaakt. Ga ik vanuit. Je noemde al wat specifieke zaken van de Huawei-organisatie. Kun je iets noemen? Ja, wat is jullie kracht? Waar zit jullie onderscheidende vermogen wat dat betreft? Ons echte onderscheidende vermogen zit natuurlijk in de R&D. En dat resulteert erin dat wij nu in de Gartner Magic Quadrant als leader zijn gedefinieerd voor LAN en WLAN portfolio.
Jullie hebben daar volgens mij een hele mooie groei over de jaren in doorgemaakt, ja. Wat ik zag. Ja, pas afgelopen december, toen het kwadrant was aangekondigd, zijn wij voor de eerste keer in het leader-kwadrant tevoorschijn gekomen. Gefeliciteerd. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. Ja, terecht. En de unieke zaken daarbij is echt dat wij onze antennes vanuit de 5G-wereld, vanuit onze carrier-divisie, hebben overgenomen richting de Enterprise-divisie. Oh ja. En dat zorgt ervoor dat wij een unieke propositie hebben voor het wifi-portfolio. Met hele hoge capaciteit voor de access points. Ja, dus echt die kennis uit dat gebied meegenomen naar het wifi, naar de wifi-wereld, zeker, zou je kunnen zeggen. Ja, en daarbij, wat je misschien ook al weet, is Van Aalwij is voorzitter van de werkgroep bij de IEEE. Dus wij schrijven mee aan de standaarden voor wifi 6 en wifi 7. Ja. Sterker nog, voor de wifi 5 release waren we ook al voorzitter van deze werkgroep. Okay, dus en, dat gaat al best een hele tijd terug. Ja, zeker. Ja. En de OFDMA en de multi-user MIMO functionaliteit was een voorstel vanuit Huawei richting de IEEE om dat in de wifi 6 standaard te implementeren. Ja, die heeft het gehaald, weten we inmiddels. Maar belangrijke technieken om betere snelheid en meer brandbreedte te halen wat dat betreft. Ja. Oké, mooi lijstje. Over leeftijden valt denk ik ook wel iets te zeggen. Afgelopen 2 jaar zou je kunnen zeggen, hebben we dan natuurlijk best wel een uitdaging gehad in de networkingwereld. Daar zijn jullie best wel een positieve uitzondering op qua snelheid van leveren. Ja, nou, wij produceren eigenlijk het grootste gedeelte van onze apparatuur volledig zelf. En dat betekent dus ook dat we een volledige controle hebben over de supply chain daarin. Okay. En dat zorgt ervoor dat wij veel sneller kunnen leveren. En op dit moment is het zelfs zo dat we het grootste gedeelte van onze enterprise LAN en WLAN portfolio binnen 2 weken kunnen leveren onder de fast track promotie. Ja, oké. Dat zijn indrukwekkende snelheden, weten we allemaal uit ervaring. Oké, dat klinkt goed. Nou, er is denk ik ook nog veel meer te vertellen over Cloud Campus, het platform van Huawei voor LAN en WLAN onder andere. Dat willen we ook doen. Dat willen we in een volgende videobreak doen. Mensen zo beschikt over het MSP Cloud platform. Daarmee zit alle data in Nederland. Daarmee valt alles onder de Nederlandse regel of wet en regelgeving. Daar zijn wat voorbeelden en wat voordelen van te benoemen. Dat willen we in een volgende videobreak doen. Voor nu denk ik een hele mooie introductie van de organisatie Huawei. Dus dank daarvoor. Graag gedaan. En graag tot een volgende videobreak.